Ik vind hem grappig en hij is de ultieme underdog, zeg maar. Hij is iemand die heel veel moeite heeft om zich staande te houden in het leven. Hij heeft allerlei menselijke karaktereigenschappen. En hij weet zich op de een of andere manier toch staande te houden. En hij weet zich op de een of andere manier ook wel geliefd te houden. Ondanks dat hij toch ook, net als wij allemaal, gewoon onze slechte eigenschappen hebben, heeft hij die ook. En toch wordt er van hem gehouden, bijvoorbeeld door mij. De liefde voor Donald Duck ontstaat voor Nico in zijn jeugdjaren. Maar bij hem thuis kon de Donald Duck niet worden aangeschaft. Iets dat hij op latere leeftijd ruimschoots compenseert door gebundelde Donald Ducks te kopen. Ook brengt hij zijn liefde voor Donald Duck over op zijn zoon. Die heeft daar veel van geleerd. Die compensatie van dat ze vroeger het weekblad niet hadden bij hem thuis, nou, dat werd ook op mij gecompenseerd. Dus ik had het weekblad en boven staan al die koffers, of die klappers nog. Zo is het gekomen. En nou ja, als je dan eenmaal gedwongen bent om ze te lezen, dan zijn ze gewoon heel erg goed. En in mijn geval denk ik zelfs dat ze best wel een invloed hebben gehad op het beeld dat ik nu heb van de wereld. Ja, vertel. Nou ja, Duckstad is in feite gewoon een keiharde Amerikaanse stad. Met keiharde werkgevers die om iedere havenklap ontslaan. Weinig geld, problemen. Eigenlijk gewoon kapitalisme voor kinderen. Zo zou ik bijna willen zeggen. Groot succes werd Donald Duck door tekenaar en schrijver Carl Barks. Hij bedacht Duckstad met al de verschillende typetjes. Een afspiegeling van de maatschappij, zou je kunnen zeggen. Ik zei dat ik alles van Donald Duck heb. Nou, dat is in zoverre dat ik alle verhalen van Carl Barks heb. Want dat is de bedenker. Ik bedoel, Walt Disney is de geestelijk vader. Maar de bedenker van al deze verhalen, en dit is maar een deel, dat is Carl Barks. Dat is een Amerikaanse tekenaar en scenarist. Die heeft dit allemaal verzonnen. Die heeft heel Duckstad ook verzonnen. Willy Wortel, Katrien Duck, Dagobert Duck. Die komen niet allemaal uit Disney's hoofd, zeg maar. Die zijn door Carl Barks verzonnen. Dat is wel een beetje de standaardcollectie van verhalen van Donald Duck die je moet hebben. Herken je je vader een beetje in Donald Duck? Ja, een driftkikker was het wel. Dat is minder geworden met de leeftijd. En nou, gelukkig had hij geen geldnood. Wel toen ik nog niet op aarde was, maar sinds ik er ben gelukkig niet. En ja, verder een beetje dat opvliegerige. Ja, dat zit er wel in, ongeduldig ook wel, maar dat ben ik helaas zelf ook. Dus ja, maar ik denk dat heel veel mensen zich op een of andere manier wel kunnen herkennen in Donald Duck.